We zijn hier vandaag op World Safety Day. We zijn in een trainingscentrum om veiligheid op zee, werken op zee. Best bijzondere omstandigheden, zeker bij ons op de Noordzee. En hier ervaren wij aan de lijve wat dat betekent. Als er iets gebeurt, de helikopter valt in het water bijvoorbeeld, dat je dan erin slaapt om eigenlijk uit die helikopter weg te kunnen zwemmen. Dat betekent je in een positie plaatsen, raam eruit halen en dan eruit zwemmen. Veiligheid is voor ons de absolute topprioriteit. Zoals ik altijd zeg, ook tegen mensen die bij ons nieuw starten, als veiligheid de vraag is, is het de enige vraag. Het is natuurlijk een plaats waar we ook al onze mensen trainen, ook met twee ministers die binnenkort ook ons platform gaan bezoeken. Wind op zee, dat is echt ons kroonjuweel van onze energietransitie in België. Maar ik wil ook zeggen dat de mensen die elke dag op zee werken, dat moeten kunnen doen in de beste en de meest veilige omstandigheden. Dat Elia hier zo hard op inzet, is niet alleen normaal, maar ook absoluut noodzakelijk. De Noordzee is natuurlijk een heel wilde zee, onderschat dat niet. Als je hoort dat er toch af en toe ongevallen gebeuren met de helikopter, dan is het echt wel nodig dat de passagiers aan boord zich aan de voorschriften houden en goed geoefend zijn om in geval van calamiteit zichzelf te kunnen redden. Het is toch wel beangstigend. De eerste seconde dat je onder water gaat, moet je adem inhouden en moet je de oefeningen die je getraind hebt heel vlot kunnen doen. En dat mag niet fout lopen. En ik heb toch een paar keer een probleem gehad met de bukkel, die niet makkelijk loskwam. Je bent onder water, dus je moet op dat ogenblik moet het lukken. Hè. Failure is no option. Voor mij was het de tweede keer, maar opnieuw sta je bloot aan te zien wat het toch allemaal inhoudt. Dat veiligheid toch een zaak is die je zeer ernstig moet nemen. Je moet altijd heel goed de procedures volgen. Dus ik vind het toch wel heel interessant. Ik denk ook dat de ministers zelf hier hebben kunnen zien dat als wij in veilige situaties willen opereren, dat we dan toch ook wel een heel aantal maatregelen moeten nemen. En dat we die ook effectief nemen natuurlijk. Heel intimiderend en de omstandigheden waren dan ook vrij gecontroleerd. Hè. Terwijl onze Noordzee is echt een koude zee, hoge golven. Ik heb nog meer respect eigenlijk voor onze mensen die elke dag uitvaren of op zee zijn om het onderhoud van onze windturbines te doen.